mensen, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Niese en ik ga gelijk werken aan mijn rebuild map. Want we hebben weinig tijd. Dus een beetje racen. Dus ja. Niet te veel lullen hier zo. Zo, lampie? Daar zo. Is alweer veranderd, net zoals in de vorige video. Het wordt een beetje donker. Dat is niet leuk. Je ziet niks meer. Maar we zijn bijna klaar. Dit is part 3, dus ja. Ik heb geen idee wat ik aan het zeggen ben op het moment. Weet iemand wat? Ik kan iemand mij helpen. Emotioneel. Blijf maar snel aan. Grappie. Ik wou dat ik ooit een leven zou krijgen, maar... Het enige wat ik doe is Minecraft op mijn kamer. En naar school gaan. Maar wie doet daar nou aan? Dat is mijn camera, vriend. Don't touch that. Het is very, very duur. Very expensive. 159 euro. Jezus, mannen. Als je hem gewoon dicht doet, hè, dan gaat hij uit. Ga dan vloggen. Echt gek. Ja, er zit inderdaad nog steeds een kind in mijn kamer dat echt geen idee heeft hoe een camera werkt hier zo. Echt. Ah, damn it. Wat ben je allemaal aan het drukken, man? It's very expensive. Au. Ja. Nice. What the hell? Alles wat erop staat kan niet weg, even dat je het weet. Niet uploaden wat je nou aan het filmen bent. Heb je wel op afname gedrukt dat hij niet stopt met opnemen? En ja. Ik geef het op, oké. Man, dat maakt echt een raar naar geluid. Nee, dus. En eigenlijk wordt dit het dak, dus zal dit... God, nee, je shop door, die man. Waar het opgenomen? Ik zie hem. Ah, hij zal wel zijn. En nou ga je naar je mama toe en zeg je van... Mama, ik kan niet van andermans spelletjes afblijven. Die vooral heel duur zijn. Oh! Oh! Als joch. Ja, jij hebt 225 euro betaald, hè? Plus extra SD-kaart, want dat zit er ook in. En extra tasje erbij. All you can pay for. All you have. All the stuff you get from your mama. Prachtig. Toch? Oh, yeah. Ja. Voor het deel. Kijk, nou kan het eindelijk eens een keer dicht. Ja, lampen die komen later. Wordt geslurpt hier zo. En een beetje water weggezogen. Elke video maar weer zat hij aan zijn water te vervelen. Een beetje vreemd. Ja. Oh, joh.
Godverdomme. Ik mag eigenlijk niks zeggen. Het is niet dat ik het ook niet wil zeggen. En daar zit hij maar aan. Tralala. Dat zijn mijn boeken. Nee, niet aan mijn fidget spinners. In het. Luister. Oh! Klootzak. Hij is echt aan het kloten. Hij is een godman. Stop. Raining. Ik moet hem nog eens een keer een klap op zijn bakken schrijven, maar... Dat is een rekenmachine. Nog nooit gezien? Oh, wacht, nee, dat kan niet. Hé, hey, kun je rekenen? Reken het dan maar niet op. Jongen, jongen, jongen. Moet je echt in mijn laadjes blijven zitten? Er zit echt niks veel interessants in ofzo. Je kunt echt niks iets vinden wat eigenlijk normaal gesproken op een nachtkastje hoort te liggen. Nee, ik weet het serieus. Als je dat dacht, ben je niet gek. Wat je in de kijkshop ook kon vinden die nou niet meer bestaat. Zo eentje die je nog stop op pakken moet steken. Ja, wij hebben droge humor. Dit is humor, ja? Shut up. Don't judge. Die dingen heten D.I. Ja, hij snapt hem al. Got him. Ja, dat noemen we humor. Wow, beetje biologie humor, maar... Verder dan dat komen wij niet. Meer hersenen dan... Grote, kleine hersenen, nee, die zitten vol met alleen maar dat. Het ruggenmerg ook nog. Die denkt er alleen maar over nou. Dat kan helemaal niet. Een ruggenmerg kan niet denken. What the hell? Niet stupid, though. Very, very stupid. Zullen we het zo houden of zal ik er misschien een plat laagje overheen leggen? Zo? Dat is misschien wat makkelijker. Dat is ook sneller en is ook leuker. Ook een heel stuk raarder. Echt serieus, de helft doet me fout ook. Stiepetjes. Ik ga gewoon lopen en dan gaat ook een stuk sneller. Wauw. Ik had nooit verwacht dat ik het zou zeggen in mijn leven. Lopen is snel naar vliegen. Stop eens met ademen, man. En nou word ik gedraaid op mijn stoel. Ah, ja, een stoel. Dat is een stoel! Ik moet ook stoppen met ademen. Nee. Je zijn ook kut, wijf. Oh, oh, oh. Zeg niet zomaar. Dat was een tukje hier. Shut up, ik ben gekut bij. Dat zijn je wel. Zou je dat wel moeten doen? Ja, ik wou een slechte opmerking maken, maar laten we dat maar niet doen. Het is een beetje te erg. Ik zal hem even opschrijven voor hem. Over haar. Ik weet niet of ik nog goed schrijf, maar de bug manier, je snapt het toch wel. Yeah. Wat ik zeg, maar ik zei het niet. Ja, dat is waar.
Maar dat doen we niet. Dat is een beetje slecht voor alle mensen die daar wel last van hebben. You know? Noemen we dat racistisch of is dat nou... Nee, is het niet racistisch, maar het is gewoon een stomme opmerking. Als je nu wil weten, dan weet je het niet, want dat kom je toch niet. Het is gewoon een slechte opmerking. Het is niks met racisme te maken, want iemand doet niet aan. Godverdomme. Ik weet niet hoe anderen daarover denken, maar... Doe ik niet aan. Nou, dit, zo ziet het eruit. Er moet alleen nog glas bij. Het is op zich wel super aardig. Een soort hotelachtig of zo. Die heb ik wel nodig. What the hell? Vlieg er tegenaan. Vlieg op, man. Als ik deze video van dit hele gebouw, serieus, in één video had moeten doen, had ik denk ik uren bezig geweest met editwerk. En dat had echt letterlijk een jaar moeten duren voor render, dus dat, ja. 28 minuten duurt serieus al 4 uur. Laat er dan bij staan een uur of zo. Soms hoopte ik dat moeilijk nog een beetje werkte, maar... Jammer genoeg zit ik op een nieuwe computer en werkt dat niet meer. Jammer. En qua gebouw is het op zich niet zo heel slecht. Het is soms een beetje op sommige plekken een beetje vreemd. Maar... Nou moet ik alleen nog aan een inrichting werken. Je zei niet onderbreken. Schrijf het op. Er werd mij gezegd, laat dat hele stuk doorlopen, jong. Wow. Ik dacht bijna dat ik het sloot. Dat ziet er echt vet vaag uit. Oh, ja, wat? Dat raam ook. Oh, ja, ik snap het. Eerst even dit. Man, dat lijkt echt op een hotel. Laat het niet naar onder doorlopen, dat is echt vaag. Oh. Ik niet net zoals deze. Maar gewoon zo. Ziet er wel leuk uit, dit. Dat was beter dan dit. Hey, foei. Oei. Hier kan ook nog een naam. Echt vaag. Echt vaag dat. Dat was echt vaag. Dat is deze wereld sowieso. Nou, dit ziet er ook heel anders uit. Het is wel mooi. Ik vind het wel wat hebben. Maar nou heb ik een ander idee. Dit is aan mij. Ik zweer echt helemaal aan mij. En ja, dat zeg ik. Helemaal. Oh, stupid. Zo. Misschien dat ik hier iets anders heb voor deze boel. Crap. Zo, kijk, dan loopt hij er even iets leuks omheen. En dan misschien deze dan omheen laten. Nee, dit slaat zo lust. Sluit zo mooi aan. Ik kom niet meer uit mijn woorden, dan ga ik lopen slijmen. Letterlijk even goed. Ja, ik weet het, ik ben snel. Even een beetje doorwerken, maar... We komen er wel, hoor. Ik weet precies waar deze kunnen en waar niet. Die kunnen niet hier, maar wel hier. Kijk, dan is er toch nog iets ook eigen aan mij. Sommige dingen zijn ook van mij, hoor. Sommige ideeën. Maar het meeste is van hem hier, zo. Oh nee, van haar. Dat zei hij. Hij denkt echt van, shut up, please. Of denk je nog iets verder, dan denk je van, please die. Oh, oké, dankjewel. Dus please die. Liever niet, maar... Shit. Oh, jawel, liever wel. Oké, dank je. Wil je me echt zo graag bij hebben hier? Ja? Oké. Dank je. Ik ben echt heel trots op mezelf, man. Ik voel me echt vereerd. De geluid dat ik creëer de nou is al te hel. Wow, ho. Merry Christmas. Ja, dat ik kan er niet van of onder of aan. Stupid. Ik kan niks. Ik word een kokkoen.
Ja, dat denk jij vast ook. Dat ik wat kom. Grinnik. Schrapper. Ik denk dat ik ze allemaal gehad heb zo. Nu heb ik niet zeker doen. Doe. Perfectie. Wow, nee. Ik zei toch, ik heb ze niet allemaal gehad. Ik weet het niet zeker. Ja, ik heb ze allemaal gehad. Ik vind het wel nice. Nu alleen nog het terras hier zo. Dus het zou niet echt... iets gaat worden. Anders. Ik denk dat ik hier ook een doel zou moeten maken. En aan de andere kant ook. Dan gaat dit weg. Oh, alleen gras. Ik dacht echt er alleen... Ik dacht echt het dakterras, dat we daar naartoe konden gaan, maar... Wow, wow, wow. Calm down, friends. Friends. Oké, okay, daar eindigt het zo. Of zo niet. Plakken. Plak nu plakkers. En dan pak ik wel deze erbij, want dat ziet er een stuk netter uit. Is ook modern. Heel modern. What the hell? Nee, niet. Moet wel natuurlijk helemaal goed zijn. En dan krijg je dat. Dat is wel goed voor je. Is dat wel goed voor je? Zo. Kijk, dan kan ik daar nog wat over plaatsen. Dan pak ik gewoon dit zo. Nee, niet. Prachtig. Het zwembad komt later, dat komt echt niet. En de vloer en de inrichting, dat komt allemaal nog wel een andere keer. Part 4. Want dit wordt echt te laat en dan doe je het veel te lang. Dus tijd rent weg. Op het moment, net zoals mijn pot dat niet. Dus bedankt aan... Ja? Oh my god, ik kan niks meer. Dus even opnieuw. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat alsjeblieft een like achter en abonneer. Zie ik bij de volgende video. Later!